Ja, we zijn hier in Miami. Het thema is Fashion Meets Art. En ik ben in gesprek met Gerard van Geurts, wereldberoemde blogger en vlogger. Maar ze is ook heel erg bekend in de wereld van de kunsten. En ik was benieuwd hoe dat nou zit met de walkover, de flow. De combinatie tussen de kunsten en de fashion. Zie jij hier trends, ontwikkelingen? Het is nu 2019, de wereld stort zwart in elkaar. Wat zijn zo de highlights die jij hier zo ziet? Nou, dat kan ik nog niet zeggen, want we zijn net aangekomen. Maar ik kan daar wel iets over zeggen. Ik denk, als je kijkt naar de kunsten, dan is dat iets algemener geaccepteerd. Dat dat tijdgeest aangeeft. Rebellie, what's going on. En ik denk, wij hebben dat in fashion ook. En we hebben het nodig om dat weer terug te pakken. We worden als fashion veel meer gezien als overconsumptie, polluted. Het gaat veel te veel over product en veel te weinig over de filosofie erachter. We zijn net bij een panel talk geweest waarin dat ook heel duidelijk werd. Toen iemand uit de audience aan de artist vroeg, hoe heb je dingen gemaakt, kan je dat uitleggen? En zij zei, nee, dit is niet hoe je dat doet. Ik ben geïnteresseerd in hoe jij het ervaart, hoe de mensen het zien en de filosofie erachter. En how it's been made, that's really not important.